Allemaal cellen. 42 in totaal. Zaten niet allemaal vol, want je moet ook wat voor de calamiteiten overhouden, hè? Want er kan ergens wat gebeuren. De lichte gevallen die zaten boven, de zwaardere gevallen zaten beneden. Ik laat even zien hoe of een cel open gedaan werd. Straks zaten deze grendels erop, onder en boven. Ik kom eraan. Kijk door het raampje, is hij rustig, is er niks aan de hand, kan ik rustig naar binnen gaan. Is hij niet rustig, gaat het pluikje open, de handen erdoor, dan wordt hij eerst geboeid. Haal je collega's erbij, ga je nooit alleen naar binnen. Want het zijn wel de zwaarste gevallen van Nederland die hier zitten. Ze hebben nu een wasbak en een toilet, dat hadden ze vroeger niet, hadden ze alleen maar een po. En één keer in de week douchen. En de po moesten ze twee keer per dag zelf legen en schoonmaken. Want ze moesten twee keer per dag ook een half uur gelucht worden.